verdraaid goede vraag heb je. Is dat hem? Ja, daar is hij. Lekker! Hier beneden! Hebben jullie al veel lijsttrekkers gehad? Nee, u bent de eerste. Ben ik de eerste? Ja. We gaan vandaag Jesse Klaver interviewen. Ik heb er echt heel veel zin in. Wat doet hij bijvoorbeeld op het vlak van kinderrechten? Bijvoorbeeld. Is hij zelf misschien een vegetariër? Luistert hij naar zijn kinderen? Allemaal vragen waar wij in elk geval heel erg nieuwsgierig naar zijn. Ja. Wat vinden uw kinderen eigenlijk van dat u zo beroemd bent? Nou, dat vinden ze. Ze zijn nog niet zo heel oud. Dus de jongste heeft er nog geen weet van. Die is 1,5. En mijn middelste is 5 jaar, is net 5 jaar geworden. En mijn oudste is 7, die heeft het wel het meeste door. Ze weten dat papa bekend is en dat papa politicus is. Maar dat is het ook wel. Voor de rest ben ik gewoon hun papa. Dat is eigenlijk, of ik met ze voetbal, dat is relevant voor ze. Dat vinden ze belangrijk. Of ik voetbal en nerfgevechten doe. Doe je dat ook wel eens? Nee, dat niet. Echt niet? Ik heb het ooit wel eens gedaan, ja? Toen ik nog een grote binnentuin had. Maar dat is een tijdje geleden nog. Het is echt geweldig. En wat vinden uw kinderen het leukste aan u? Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag, zeg. Jeetje. Ik probeer gewoon een lieve vader te zijn. En dat mijn kinderen weten dat ik superveel van ze hou. Wat ze ook doen. Al zijn die van mij draakjes. ik denk dat mijn kinderen me ook wel streng vinden. Nee is nee. Maar dat ik ook altijd wel veel plezier met ze maak. Ik denk dat het wel een leuk gesprek gaat worden. En dat hij wel open staat voor onze vragen inderdaad. Ik denk wel dat hij ze leuk beantwoordt. Ja, ik denk dat hij ook wel misschien wel een beetje nieuwsgierig is naar hoe het nou is als wij kinderen vragen stellen. Ja, misschien vindt hij het zelfs wel een beetje spannend. Vind jij het spannend? Ja. Ik ook, ik ook wel een beetje. Wat moeten eigenlijk kinderen in Nederland weten over GroenLinks? De kinderen in Nederland moeten weten over GroenLinks. Dat is ook wat een verdraaid goede vraag heb je. Het eerste is dat wij echt een groene partij zijn. En dat betekent dat wij ons uiterste best doen om klimaatverandering aan te pakken. En met een ingewikkeld woord, biodiversiteit beter te maken. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, de biodiversiteit in Nederland en in de wereld staat onder druk. Dus de Amazone bijvoorbeeld die in de brand staat. Of de bossen die in Nederland en in Europa worden gekapt. Daardoor is er voor dieren veel minder ruimte om te leven. En het tweede wat denk ik heel belangrijk is om te weten, is dat GroenLinks echt een onderwijspartij is om goed onderwijs te maken. Nou, we hebben het vandaag dus over GroenLinks. Ja, ik vind eigenlijk wel goed dat ze zich zo voor klimaat inzetten en ook voor onderwijs. Heeft u zin in de verkiezingen? Ik heb ontzettend veel zin in de verkiezingen. Verkiezingen zijn namelijk een van de allerleukste dingen die er zijn. En dat komt omdat we dan, mag heel Nederland, gaat stemmen. En dan mag je kiezen op allerlei politieke partijen. En dan bepaal je welke richting je opgaat met Nederland. Wat er belangrijk is voor Nederland, wat de prioriteiten zijn. Dus ik vind dat een supermooi moment. En als u dan bijvoorbeeld in de peilingen staat dat u niet zo heel veel stemmen of niet zo heel veel zetels krijgt, eigenlijk veel minder dan in de vorige periode. Vindt u de verkiezingen dan nog steeds leuk of wilt u liever dat ze even een beetje uitgesteld worden? Dat is echt het allerbelangrijkste. Je moet namelijk, het is een beetje hetzelfde als op school. Als je op school gaat staren naar je cijferlijst, word je super ongelukkig. Of je wordt lui, want je staat er heel goed voor. Of je wordt er ongelukkig van, want je staat heel slecht. Je moet in het leven, of je nou politicus bent, of dat je op school zit of werkt, altijd het beste uit jezelf willen halen. Bent u vegetariër? Ik eet zo min mogelijk vlees, maar soms eet ik dat wel eens. Maar echt zo min mogelijk, want het is gewoon super slecht voor het klimaat en zielig voor de dieren. Maar waarom eet u het dan toch wel soms? Omdat dat er soms gelegenheden zijn waar je komt en dat het is, en dan eet ik het toch. Of soms maak ik er zelf een gerecht, omdat het bijvoorbeeld me doet denken aan mijn moeder. Iets wat zij maakte. Bumbu Bali. Kennen jullie dat? De Indische keuken een beetje? Ja, dat is mijn moeder is Indisch. Oh, nou dan ken je dat helemaal. Nou, Bumbu Bali. En mijn moeder maakte dat altijd met rundvlees bijvoorbeeld. Maar ik zelf maak dat de laatste tijd met vegetarische kipstukjes. Omdat er zoveel goede vleesvervangers zijn, dat ik dezelfde herinnering als vroeger aan mijn moeder heb. Maar daar heb je helemaal geen vlees voor nodig. Ja, ik vond hem heel chill reageren. Gewoon een beetje relaxed, zo zitten. Benen over elkaar, mooie schoenen. Dus ja, dat. Ja, u was voorzitter van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. En dat betekent dus eigenlijk wel dat u de mening van jongeren heel erg belangrijk vindt. En neemt u eigenlijk nu nog steeds de mening van jongeren mee als politicus? Zeker. En hoe doet u dat precies? Door met jongeren in gesprek te gaan. Dat doe ik zowel als ik mensen kan zien, zoals wij nu zitten. Is met corona wat lastiger, dus dan doe je veel online. En gewoon heel veel te luisteren naar wat zij zeggen. En om je te verplaatsen, dat is denk ik heel belangrijk in hun wereld.
Want de wereld van iemand die jonger is, is natuurlijk, is logisch, heel anders dan van iemand die oud is. Die maakt andere dingen mee, die vindt andere dingen belangrijk. Het beste zie je dat, denk ik, als ik het heb over klimaat en de aanpak van klimaatverandering. Daarvan weet ik dat jonge mensen dat veel belangrijker of nog vaak vinden, de aanpak daarvan, dan oudere mensen. Dat is ook logisch, want jonge mensen gaan, als het goed is, nog een heel stuk langer mee op deze aarde. Dus voor hen is de aanpak van klimaatverandering nog veel belangrijker. Maar hoe kunnen jullie zich dan verplaatsen in die jongeren? Ja, maar probeer jij je wel eens te verplaatsen in je opa en oma bijvoorbeeld? Jawel, maar het is wel, als je echt wil weten wat zij denken en wat zij vinden, is dat wel lastig. Dat is waar, maar je kan namelijk, daarom kan ik ook niet zeggen, ik weet wat een jongere meemaakt. Dat kan je niet zeggen. Maar ik denk, dat noem ik empathie, dat heb ik in ieder geval van mijn oma zo geleerd. Probeer je te verplaatsen in iemand anders. Probeer eens te bedenken hoe het zou zijn als je in zijn of haar schoenen staat. Dus ik weet niet wat het is om niet naar school te kunnen. En dat je alleen maar thuis les krijgt. Maar ik kan me wel proberen erin te verplaatsen. Dat je je vrienden niet kan zien. Dat je thuis zit, misschien wel met hele vervelende broertjes en zusjes die er de hele tijd doorheen kleppen. Zo probeer je te verplaatsen in wat het leven voor iemand anders is. En dat moet je niet alleen met jonge mensen doen. Jonge mensen moeten dat ook weer met oudere mensen doen. Hoe eng is het nu dat als je boven de 70 bent, je opa en oma, dat als je corona krijgt, dat het wel eens heel slecht kan aflopen met je. Dat moet ook heel spannend zijn. Je moet je kunnen in een samenleving kunnen verplaatsen in elkaar. En ik denk dat als we dat doen, dan ga je rekening houden met elkaar. En dan heb je de fijnste manier van samenleven. Zoals ik eigenlijk net al een beetje zei, wij lijken eigenlijk best wel op elkaar. Want uw vader is Marokkaans, ja. Net zoals de mijne. Oh, echt waar? En mijn moeder is dus dat ook leuk. Nederlands-Indisch. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af of u zich wel eens gediscrimineerd voelt. Ja, ja en nee. Zeker toen ik wat jonger was, gebeurde het wel eens dat ik... hoe zeg je dat? Dat ik wat beter werd gecontroleerd dan andere kinderen. Maar de laatste jaren gebeurt het vooral heel veel op internet. Hè, dus als ik iets doe of als ik iets zeg, dan wordt er op internet vaak gezegd... Oh, maar dat zegt hij, want het is een Marokkaan, die moet je niet vertrouwen. Ja, dat zeggen ze dus ook over allerlei andere jonge mensen in Nederland. Ik vind discriminatie zeker een heel erg belangrijk onderwerp om het over te hebben. Ook omdat het gewoon, zeg maar, discriminatie, wat heb je eraan als je iemand in een hokje stopt? Ik zou het niet weten. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om met mensen connecties te maken. Ga met elkaar in gesprek en niet denken van, oké, jij bent dit, wij zijn verschillend. Het is juist mooi dat we verschillend zijn en daardoor passen we allemaal bij elkaar. Als je Jans heet, is het echt iets makkelijker om een baan te vinden dan als je een Marokkaans klinkende achternaam hebt. En dat moeten we echt veranderen. En wat gaat u daar dan tegen doen? Een paar dingen. Deze week hebben wij... Hebben jullie wat van algoritmes gehoord? Ja. Vast wel. Jullie zijn natuurlijk veel tech-savvier dan al die oude lullen zoals ik zelf. Algoritmen worden ook door de overheid gebruikt om bijvoorbeeld te kijken wie zouden frauderen. Nou, in die algoritme, daar zit ook racisme in. Er wordt ook gekeken naar discriminerende onderwerpen. We hebben net een voorstel in de Tweede Kamer van ons is aangenomen dat dat niet meer mag. Dus dat is heel belangrijk. Het tweede is dat politici hebben een voorbeeldfunctie. Ik maak niet alleen plannen en wetten. De manier waarop ik praat is dat met respect over iedereen. Of je nou wit of zwart bent, of dat je ouders uit Marokko komen of uit Finland of Nederland. Praat je met respect over elkaar en beoordeel je mensen niet op hoe ze eruit zien of waar ze vandaan komen, maar op wie ze zijn en wat ze doen. Kinderen uit mijn klas die denken soms te weten wat het is, maar die weten niet echt wat het inhoudt. En daarom vind ik het belangrijk om ook klasgenootjes, vrienden, vriendinnen, allemaal er bewust van te maken wat discriminatie is en dat het eigenlijk ook gewoon weg moet. Ja, kijk, ik kan me wel iets van voorstellen hoe het dan is om gediscrimineerd te worden, maar eigenlijk toch ook niet. Want ik denk als je zoiets wil voorstellen, dan moet je het meegemaakt hebben. Dus ik vind eigenlijk niet dat mensen zich daar zo erg kunnen van, oh, ik weet hoe het voelt. Ja, want dat weten ze namelijk gewoon niet. En heb jij dat zelf dan wel eens meegemaakt? Nee, eigenlijk niet. Ja, tenzij je leeftijdsdiscriminatie ook meeneemt. Dat je als kind iets niet mag, omdat je een kind bent. Dus als ik kijk naar wat Geert Wilders doet bijvoorbeeld. Als je hele bevolkingsgroepen wegzet en zegt... jij doet gewoon niet meer mee, want je bent een Marokkaan. Dan vind ik dat niet goed. Dan vind ik dat niet dat is niet een foutje wat je maakt. Dat is een hele bewuste keuze om te zeggen... ik heb bedacht dat Marokkanen gewoon niet in Nederland horen. Dat vind ik niet goed en dat hoort namelijk niet, dat hoort niet bij Nederland. En dat vind ik een verkeerd voorbeeld. Maar dat is een standpunt van iemand, ja. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ik vond het leuk hoe hij reageerde. Sowieso eigenlijk op alle vragen. En ook hoe hij stond echt open voor onze vragen. Hij vond echt leuke vragen. Moeten politici volgens u het goede voorbeeld geven? Als je van... Het snelste antwoord wat ik erop kan geven is ja, maar dat is niet eerlijk.
Ik denk dat je als politicus eerlijk moet zijn. En we zijn geen supermannen en vrouwen. Wij zijn gewoon mensen en wij zijn niet perfect. In ieder geval, misschien al mijn collega's wel, maar ik ben niet perfect. En ik maak heel veel fouten en ik doe echt niet alles goed. Waar wordt u nou eigenlijk het meest gelukkig van? Zijn dat dan toch de draakjes? Ik word het meest uiteindelijk word ik het meest gelukkig van mijn draakjes. Ja. Mijn moeder zei altijd, wacht maar tot je zelf kinderen krijgt. Wacht maar tot je zelf kinderen krijgt. Maar plotseling dan zijn ze er en ze halen het bloed onder je nagels vandaan. Maar het is zo mooi, het is zoveel levensvreugde en we hebben zoveel plezier samen. Ja, uiteindelijk zijn die draakjes waar je het meeste, waar je het gelukkigst van wordt. Ik vind mijn werk ook fantastisch. Ik heb het allermooiste werk van de hele wereld. Maar uiteindelijk in die end draait het om je kinderen en om je familie en je vrienden. Ik vond het zeker een leuk interview. Ja, ook een leuke hoe die over zijn kinderen vertelde. De zogenaamde draakjes. Ja, iedereen is een mens behalve dus zijn kinderen. Ja, dat zijn de draakjes. Dat zijn draakjes. Wilt u met ons een TikTok-filmpje opnemen? Natuurlijk. Ja, GroenLinks staat voor de aanpak van klimaatverandering en het beste onderwijs van de wereld. Ha ha ha.